Hallo iedereen en welkom bij alweer een nieuwe review van Randy's Bierblog. Dit keer een biertje uit Alkmaar bij Blitz Brewing. Steven is ook het eerste bier op dit kanaal wat ik proef en het eerste bier wat ik in het algemeen van deze brouwerij proef. Dus ik ben zeer benieuwd. Het gaat om een chocolate raspberry layer cake pastry stout met 11% alcohol. Het blikje voorspelt in ieder geval al veel goeds. Een mooie mix van fruitigheid en chocola. Ja, ik ben benieuwd. Ik verwacht dat die aan de zoete kant kan gaan worden. Maar ik hoop toch ook zeker dat er een lekkere bitter in zit. Ik ben heel benieuwd. Dus we gaan niet verder lullen, maar we gaan hem inschenken. En we gaan hem natuurlijk een eerlijke review geven. Nou, de aroma's ruik ik zelfs al vanaf hier. Ik ruik de framboos terwijl ik hem ingeschonken heb. Dat is in ieder geval al een goed teken. Anderhalf vingertje schuim. Ja, een beetje een donkerwitte schuimkraag. En ja, een mooi donker bier. Maar ja, het is een stout, dus dat is niet zo gek. Maar goed, de aroma's zijn... Ja, eigenlijk gewoon wat het etiket belooft, ruik ik ook gelijk terug. Ik ruik die framboos, maar ik ruik ook de cacao. En ja, ik ben zeer benieuwd. Ik kan de alcohol in ieder geval in het aroma niet opmerken. Maar we gaan kijken hoe het in de smaak is. Cheers! Ja, en de smaak ook duidelijk framboos, maar wel heel mooi samengemixt met de cacao samen. Hij is echt mooi in balans, vind ik. En inderdaad, een lekkere bitter in de afdronk. Een lekker vol en romig mondgevoel. Het is best wel een dikke stout. Iets van mokka, iets van koffie. Ja, het is gewoon echt heel mooi uitgebalanceerd, maar wel op een zeer positieve manier. Het is zeker geen saai bier of zo. Ja, en in een afdronk blijft gewoon die framboos hangen. Een lekker fris zoetje, maar ook een lekker fris klein zuurtje zelfs. Ik vind het een geslaagde bier. Die wel gevaarlijk lekker wegdrinken, want ik moet eerlijk toegeven... Dat door de smaakexplosie als het ware, ik het alcohol niet terughaal in de smaak. Maar hij is wel lekker, ja, ik zeg al een lekkere, dikke, romige, fruitige stout. Ja, wat mij betreft is dit de eerste review die ik van deze brouwerij op dit kanaal doe. Zeker niet de laatste. Ik ben heel benieuwd wat ze nog meer in de aanbieding hebben. Maar goed, we gaan naar het eindcijfer. Ik geef dit biertje van... Ik geef deze Chocolate Raspberry Layer Cake van Brouwerij Blitz. Of Blitz... Zo. Of Blitz Brewery. Een? Ja, wat mij betreft toch zeker wel een 8 op een schaal van 10. Een 8 op een schaal van 10 verdient deze stout zeker. Ik vind de toevoeging van framboos geeft echt deze stout iets extra's. Maakt hem echt meer bijzonder dan een reguliere stout in mijn opinie. Ik vind hem goed gelukt. Maar dat zei ik al, eigenlijk voor een herhaling. Maar ik vind het echt een goed bier. Een goede stout. Ik ga er nog even lekker van nagenieten. Maar dat gaat zeker goed komen. Ik zie jullie graag de volgende keer weer terug natuurlijk. En een duimpje omhoog. Very appreciated. En ja, als je nog geen abonnee bent, kom gezellig erbij joh. Ik bedoel, waarom niet? Hè? Dan zie je gewoon iedere keer weer nieuwe reviews online komen. Tot de volgende keer.
Cheers.